Wanneer ik met mensen over het geloof praat, dan gaat het altijd over regels, wetten en voorschriften. De mens ziet religie als een opsomming van voorwaarden om het eeuwige leven te verdienen. Wanneer we niet aan al deze voorwaarden, al deze regels kunnen voldoen, dan vervalt voor veel mensen het nut van geloven. Ze willen het geloof niet eens leren kennen. Vergelijk deze situatie met je thuissituatie. Je hebt ouders, of misschien wel een stiefvader of een stiefmoeder. Misschien heb jij wel adoptieouders. Hoe dan ook, je hebt mensen om je heen die je opvoeden en van je houden. Bij deze opvoeding hoort een verwachtingspatroon. Je ouders verwachten dat je naar school gaat, dat je je aan de regels houdt. Misschien wel dat je hun geloofsleven omarmt. Echter ben jij niet perfect en kan jij vaak niet aan deze verwachtingen voldoen. Misschien ben jij niet het perfecte kind van je ouders. Misschien ben jij wel anders dan je ouders hadden gewild dat je bent. We houden zoveel van onze ouders dat we het moeilijk vinden om ze hierin teleur te stellen. Omdat we onze verantwoordelijkheid niet op kunnen pakken, verzwijgen we wat we echt op ons hart hebben. Omdat we de rust van het huis niet willen verstoren, liegen we over wie we echt zijn. We zijn bang om tegen teleurstelling, afwijzing en minderwaardigheidsgevoelens op te lopen en misschien wel de relatie met onze ouders te verliezen. En als je naar al deze leugens naar je thuissituatie kijkt, dan lijkt het redelijk goed te gaan. Het enige probleem is dat jij je thuis niet waarlijk geliefd voelt. Dat maakt je onzeker. Maar dat stop je weg, omdat je het fijn vindt dat het thuis redelijk stabiel lijkt. Ik kan je één ding zeggen. Je ouders houden van jou. Maar misschien vind jij dat moeilijk om te beseffen en denk jij dat je ouders houden van diegene die jij zegt te zijn. Dat je ouders niet van jou, maar van jou inclusief je leugens houden. Dit vormt op zichzelf een teleurstelling. Je voelt je niet waarlijk geliefd thuis, dus ga je dingen doen om een liefdesgevoel te krijgen. Een gevoel van acceptatie. Verslaving aan drank, drugs of pornografie is geen opmerkelijk gevolg. Ik kan je zeggen dat deze dingen niet nodig zijn om je leegte te vullen. Je ouders houden van jou en niet van je leugens. Ieder mens maakt fouten, ieder mens valt, ieder mens faalt. Maar de liefde van je ouders voor jou is er altijd. Die is ondoorgrondelijk. Je mag naar ze toe gaan en ze zeggen dat je van ze houdt. Je mag ze zeggen dat je hun regels respecteert, zodat er echt een hartsrelatie kan ontstaan. Vanuit deze relatie zal je liefde ervaren. En door die liefde zal je hun regels gaan respecteren, omdat je weet dat ze goed voor je zijn. Omdat je weet dat je ouders een mooie toekomst voor je willen. Dit is de reden dat God in de Bijbel heeft gezegd dat je je ouders moet eren. God wil zijn liefde voor jou laten zien door je ouders heen. Want zoals het met je ouders werkt, zo werkt het met God ook. God is een ondoorgrondelijke, onuitputtelijke bron van liefde voor jou. Je mag naar hem toe gaan en zeggen dat je van hem houdt. Je mag hem zeggen dat je hem respecteert, zodat er echt een hartsrelatie kan ontstaan. En door deze relatie zal je liefde ervaren. En deze liefde zal je laten inzien dat de regels die hij je geeft goed voor je zijn. Omdat God het beste voor jou voor heeft. Omdat God een mooie toekomst voor jou wil. En als je dan valt, dan steekt God zijn hand uit en tilt je op om samen de weg van het leven te bewandelen. Natuurlijk weet ik ook dat niet alle ouders perfect zijn. En dat niet alle ouders jou de liefde kunnen geven die jij wil. Maar dat is niet zoals God het bedoeld heeft. God wil jou liefde geven. Pak die kans.